Vandaag was het op de meeste plaatsen droog. En morgen, vrijdag, kunnen we weer uitgaan van een droge dag in een groot deel van het land. Want in het noorden van het land kan morgen wel wat regen gaan vallen. Vanavond en vannacht blijft in ieder geval nog wel overal droog. Morgen zien we dan in het noorden af en toe regen en de temperatuur ligt in de middag tussen de 8 en de 9 graden. In het zuiden is meer ruimte voor de zon en daar kan het wel lokaal 12 of 13 graden worden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In het weekeinde krijgen we een heel ander weerbeeld voorgeschoteld. Er komt een storing vanuit het zuidwesten richting Nederland en die gaat voor regen zorgen. De modellen die zijn nog een beetje twijfelachtig waar die regen precies gaat vallen. In ieder geval krijgt een groot deel van het land ermee te maken en het zuiden is er vrij zeker van. Vooral in de middag en avond op zaterdag regent het stevig door. Zondag, dan is het ook nog nat op veel plaatsen en is de aangevoerde lucht een stuk kouder. Ik sluit zelfs niet uit dat er dan af en toe hier en daar wat natte sneeuw kan gaan vallen. Niet van die grote hoeveelheden die we overigens gezien hebben eerder deze week. En wat de temperatuur betreft, nou zaterdag kan het nog wel zo'n 8 tot 10 graden worden. Zondag wordt het 5 tot 8 graden. In de loop van volgende week gaat de temperatuur geleidelijk aan weer omhoog en komen we in rustiger vaarwater. Een hoge drukgebied gaat dan het weerbeeld bepalen en de kans op neerslag neemt geleidelijk aan ook af.